Yo mensen, welkom bij de nieuwe vlog van Maxime en Sophie hier vanuit Wadden-Bioland. Ja! Hallo! Hey! We zijn in... Walibi. We lopen nu naar de rij toe. Daar zie je de vlag al. Maar het is echt super druk. En we hadden echt niet verwacht dat het zo druk was. Nee, inderdaad. Het is echt super druk. Dus maar we hebben er echt heel veel zin in. Ik hoop dat we jullie tegenkomen. Het zou echt super leuk zijn. Toen we bij de rij waren aangekomen, toen dachten we echt, wow, wat een lange rij. Maar gelukkig ging de rij heel erg snel. Toen we door de poort heen liepen, kwamen we echt op een super tof plein terecht. Op dit plein heb je echt allemaal leuke winkeltjes. Hier liepen we doorheen naar de eerste achtbaan. Dit was de Lost Gravity. Romy was echt super bang, maar ze stond al in de rij, dus ze moest er wel in. Jongens, we gaan dus in de eerste attractie van de hele dag. Welke attractie is dit? Dit gaat heel hoog. Het gaat zo hoog. Zie je het zo? Ja. De tweede attractie is de Goliath. Deze gaat echt stijl naar beneden. Dit is ook de hoogste attractie van de hele Benelux. Iedereen was lekker aan het chillen, maar angst valt niet ver te zoeken. Welkom bij deze gloednieuwe interview van de Goliath. Sam, wat vind je van deze achtbaan? Leuk. Leuk? Heerlijk. Heb je er zin in? Ja. Romy, wat vind jij van deze achtbaan? Nou, ik wil er niet in, maar moet. Van wie? Sam. Raymond, wat vind jij van de Goliath? No comment. Fie, wat vind jij van de Goliath? Oh, zon. Jongens, er is heel veel zon. Het is echt lekker weer. Het is echt, het is echt een topdag. Het is echt een goede dag om in de Goliath te gaan. Maar niet voor Rob. Want die loopt weer weg. Jongens, we lopen nu richting de Goliath. Maar Romy heeft toch besloten om niet mee te gaan. Romy ging niet mee. Oh, dat is echt jammer. Ze was denk ik iets te bang voor de Goliath. Ik wil dus gaan filmen in de Goliath, maar ik weet niet of ik het durf. Want bij de vorige achtbaan werd mijn telefoon afgepakt. Dus ik kijk even of het lukt. Sophie had dus echt een briljant idee om te gaan vloggen in de Goliath. Nou, dat lijkt me toch niet zo'n slim idee, want daar liggen allemaal telefoons in. We vonden het echt super jammer dat we niet gewoon kunnen filmen in elke attractie. Maar het betreurt niet dat we nu naar de Speed of Sound gingen. Deze attractie gaat eerst vooruit en dan het hele ritje weer achteruit. Dus dat is best wel spannend. En dan vooral voor Romy. En wat vind je van de Speed of Sound? Spannend. Matig. Matig. Nee. Ik ben van. Liever niet. Bij deze mooie kraam kon je dus verse warme wafels en verse poffertjes halen. En Romy die kreeg dus geen verse wafel, ze was een beetje boos. En Sophie die kreeg wel echt heel lekkere aardbeien, dus zij genoot er helemaal vol van. Oké, 3, 2, 1. Ja! We moesten al best wel lang wachten voor de volgende attractie. En toen we langs het grote plein liepen, kwamen we veel van jullie tegen en zijn we ook met jullie op de foto geweest. 50% van de mensen dacht ook echt, wat gebeurt hier? In de wachtrij van de Express ontdek je een beetje hoe het is om een treinongeluk te krijgen. Dit wilt iedereen natuurlijk, dus ga vooral de Express in. En omdat de zon scheen was het echt behoorlijk heet daarbinnen. Echt heel warm hier. Dat is echt stikker. Er moeten weer wat mensen eten. Hey! Hey! Raymond die had een echt origineel broodje gehaald. Het sausijzen broodje, die kan je natuurlijk nergens halen, dat scheelt. En Sophie ging aan de Unox-worst. Ze wil liever niet in beeld komen, dus... Wow. Zit ze eerst commentaar op mij te geven, hè? Nou, kijk wat ze nu doet. Heb je een worst gehaald? Nee, heb ik niet gedaan. Ja, dat dacht ik al, hè? Niet. Ja. Wat heb je daar? Rotte. Eet maar lekker. Ja, eet maar. Na het eten kwamen we langs de pratende fontein en hier zagen we een jongen lekker douchen. Zijn vriend dacht, laat ik meedoen, want ja, gratis douchen is nooit verkeerd. En dan mag je gelijk heel de dag lekker nat door het park heen lopen.
Na een tijdje hard lachen gingen we weer door naar de volgende attractie, waar we voor hadden gereserveerd. Dit was de Condor. Ja, dames en heren, hier is die. Bij de Condor zit je niet op de rails, maar hang je er dus onder. Heel spannend. Bij de Condor hang je dus op school. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Nou, ik ben niet benieuwd, want ik heb het gewoon een keertje gedaan. Ik heb net een broodje borst gegeten en Sophie ook. Dus daar gaan we, jongens. Ik ga dood. Ah, rot toch. Je weet waarom ik film. Sophie toverde al heel de dag eten uit haar tas. En als ze niks meer kon vinden, kocht ze wel weer wat. Mevrouw is al aan het eten. Nu al leeg, hè? Ik zie wel hoe jij werkt. Nee! Mevrouw is alweer aan het eten. Je moet je tas... Sorry voor de rare geluiden die Romy maakt, maar in ieder geval. Hier lopen we naar het wagentje toe. Dit is een soort van, ja, wat is het eigenlijk? Een rond bootje of zo. En hier kun je met best wel veel mensen in zitten. Nou, we zaten een beetje verspreid over het geheel heen. Volgens mij zat iedereen 2 aan 2 naast elkaar. Dit was dus echt vet grappig, want Sophie vond het echt niet leuk om weer in te gaan. Want ze was super bang dat ze helemaal nat gesplashed zou worden. En blijf vooral kijken, jongens, want... Waarom draai je niet? Ja, goed zo. Ik wil geen water meer. Beste gast, voor je eigen veiligheid blijven zitten als je blijven zitten alsjeblieft. Lieber gast, voor je eigen veiligheid blijven ze zitten. Nee, dat is mijn kant. Ah. Oh nee. Nou, dan waren we eindelijk bij het einde aangekomen en konden we weer uit gaan stappen om weer verder te gaan. Iedereen was wel een beetje kletsnat. Vooral Sophie, want heel haar broek was nat gesplashed. Romy wilde heel erg graag het basketbalspel doen. Hier moet je 5 ballen raak schieten om geld te kunnen verdienen. Natuurlijk schoot ze niks raak. Zoals altijd. Sophie, waar gaan wij in? Dit ding! Op de terugweg zagen we deze attractie nog voorbij komen en we dachten echt, oké, deze moeten we nog wel even gehad hebben. Dit is namelijk de Space Shot. Sophie is heel erg irritant aan het doen. Een beetje eigenwijs te doen. Hij is echt heel erg irritant. Hebben we er zin in? Hey! Oké, jongens, dat was het dagje weer. Ik heb nog een lekkere lolly, dus Walibi, het was echt superleuk. En voor iedereen die ons heeft aangesproken voor een foto, het was echt superleuk om jullie te ontmoeten. Abonneer en like. En we zien jullie bij de volgende video. Yes. Doei! Doei.